We zijn hier op basisschool De Springbok in Den Haag. Dit is groep 7. En wij zijn hier omdat deze week het programma School Groente en Fruit start. En dat is een programma waarin elke week 3 stuks groente of fruit voor de kinderen worden uitgedeeld. Vandaag zijn we de actie gestart. En we hebben ook een quiz gedaan, omdat het ook een programma is waar je veel kennis op doet over groente en fruit. Dat het belangrijk is, dat het gezond is, maar dat het ook lekker is. En dat je er ook veel energie van krijgt. Het is een programma dat we vanuit de Europese Unie samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opzetten. We geven ook het geld voor dit programma. En op die manier kunnen scholen op een makkelijke manier groenten en fruit uitdelen in de klassen. En kunnen de kinderen leren dat het heel goed en lekker is. En dat groenten en fruit eten, doet u dat zelf nou altijd goed? Nou, dat is best wel lastig. Ik heb vanochtend, net voordat ik hier naartoe kwam, nog een mandarijntje gegeten. Maar het gaat niet vanzelf. Dus het is niet alleen belangrijk voor de kinderen om voldoende groente en fruit te eten. Maar het is natuurlijk voor alle Nederlanders. En als je dat jong leert, dan is het ook makkelijker om dat vol te houden als je ouder bent.